Prachtig, hè? Geweldig. Het is echt een heel mooi, prachtig scherm. Fantastisch. Deze. Ja, die was het. Ja. Hallo, hij doet het. Zo'n 2 jaar geleden zijn we begonnen met praten over de nieuwe inrichting, de herinrichting. En gaandeweg zijn we vanuit de inhoud tot de vorm gekomen die het nu is geworden. Nou, al snel bleek eigenlijk dat de inhoud groter was dan de ruimtes konden dragen. Eigenlijk zit in alle ruimtes ramen. Dus je hebt erg weinig handruimte. Je wil wel een verhaal vertellen, dus we hebben ervoor gekozen om... zoals je hier ziet, ook een hele grote blauwe wand in elke ruimte te plaatsen als voorzetwand. Waardoor de inhoud wel zijn plek kon krijgen. Ja. Het is natuurlijk een stadsmuseum, dus het gaat over Almelo. Dus wij hebben ons ook gebaseerd op elementen die in Almelo voorkomen. Dus de kleur die je hier duidelijk herkent is natuurlijk Almelo's blauw. En deze technische wanden, er zit wel techniek in, ze kunnen ook delen uit elkaar. Dat hebben wij dus opgebouwd uit de ruitvorm, wat ook weer natuurlijk terug te leiden is op het schild van het sportmerk van Almelo. En in die zin komt het hele verhaal uit het Almeloze. En dat is ook wat wij voorstaan, want het gaat over deze plek, deze stad. We hebben gekeken dat het verhaal sowieso interessant is voor mensen uit Almelo. Maar daarnaast kunnen toeristen hier natuurlijk ook terecht. En dat heeft allemaal toch een bijzonder verhaal met het water en de lusten en lasten die je hier ook in de eerste zaal ziet. Maar daarom hebben we specifiek ook gekozen om de tekst ook tweetalig aan te bieden en zowel in Engels. Waardoor voor toeristen het ook toegankelijk is en hier een interessante beleefbare middag kunnen hebben.